Een operatie van een hartpatiënt volgen via social media. Op 27 januari kan dat voor het eerst in Nederland. Ad Langendonk uit Eindhoven heeft een hartritmestoornis en wordt daaraan geholpen in het Catharina ziekenhuis. Hij en zijn arts, dokter Lucas Dekker, zijn vanaf dinsdag een maand lang te volgen via Twitter. Nou, we willen heel graag aan iedereen kunnen laten zien hoe belangrijk een nieuwe techniek is voor een aandoening die heel veel voorkomt, poesenfibrilleren. En met die behandeling zijn we sinds een aantal jaren in staat om iemand heel goed te helpen. En dat willen we dus heel tastbaar, heel invoelbaar maken. Ik hoop dat mijn volgers tips kunnen geven over het twitteren. En ik hoop ook nog dat er mensen bij zijn die mij dan bruikbare tips kunnen geven, die ook boezemfibrilleren hebben. Het hartpatiënt Ad en het cardioloog Lucas beantwoorden vragen van volgers en twitteren over hun ervaringen voor, tijdens en na de operatie. De twee zijn daarnaast ook te volgen via een speciaal social media platform. Nou, ze kunnen met alle betrokkenen in dat hele traject van deze patiënt kunnen ze communiceren. Zodat iedereen een goed idee krijgt hoe complex eigenlijk zo'n heel pad is. Je kunt dus alles zien. Het varieert van hoe voelt de patiënt zich tot een technische vraag over hoe onze röntgenapparaten werken. Het initiatief is georganiseerd door het Catharina Ziekenhuis en Philips. Wij proberen middels dit fantastische initiatief in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis en de patiënt te laten zien aan de wereld wat technologische innovatie precies betekent en kan bijdragen aan het welzijn van patiënten. Ad Langendonk heeft net als bijna 300.000 andere Nederlanders een hartritmestoornis. Hij wordt geholpen met een innovatieve behandelmethode. Deze behandeling geeft dus de mensen hun normale hartritme weer terug. En als je heel veel last hebt van dat boezemfibrilleren, van een verstoord hartritme, is het voor die mensen geweldig om weer een normale hartritme terug te krijgen. En we zien dus op de poli ook heel vaak hele dankbare mensen.